Er zijn heel veel afbeeldingen bewaard gebleven van het beleg. En het is heel leuk om daar naar te kijken. Het gaat om schilderijen en printen. Wat ik nu laat zien, dat is een print die van het beleg bewaard is gebleven. Dus deze. Een prachtige, prachtige print. We zien Alkmaar vanuit, we kijken op Alkmaar neer vanuit een soort heuvel, die er natuurlijk in werkelijkheid niet was. Dat is een zogenaamde vogelvluchtkaart. En belangrijk is, als we nu naar Alkmaar kijken, dan zie je de stad zoals dat eruit zag tijdens de bestorming op 18 september 1573. Het Spaanse leger had Alkmaar omringd al op 21 augustus, maar het duurde nog vrij lang voordat alle materialen, alle kanonnen en dergelijke waren aangevoerd om een stormloop op de stad te kunnen doen. Pas op 18 september was dat klaar. En toen in de ochtend is eerst begonnen met een artilleriebombardement. Toen er voldoende een gat was gemaakt in de muren, werd de aanval geopend. Dat was in de middag van de 18e september. En dat is hier in beeld gebracht. Je ziet hier, als je goed kijkt, kun je hier de kanonnen zien waarmee op de stad werd geschoten. Die zie je hier. Hier zie je ze aan de noordkant van de stad staan en hier aan de oostkant van de stad. We zien dat de stad op twee punten werd aangevallen. Dat was bij de Friese Poort en bij de Rode Toren. Hè? En de Spanjaarden hadden heel goed gekeken van tevoren naar de vestingmuren rondom Alkmaar. Want daar is een groot verschil te zien als je naar de stad kijkt. Aan de noordkant zie je heel goed dat er een muur te zien is. Een muur met halfronde torens. Meer dan een muur was er nog niet. En dat is de vesting, dat is de oude vesting zoals die tot 1550 er gestaan heeft. Die dateerde overigens ook pas uit de eerste helft van de 16e eeuw. Die was al heel snel ouderwets geworden. De wapenwedloop, ook in die tijd ging dat heel snel. En die muren, die waren heel makkelijk stuk te krijgen door de Spanjaarden. Daarom heeft men in 1572 in recordtempo heeft men Alkmaar willen voorzien van nieuwe vestingwerken. En men was daar al grotendeels mee klaar toen de Spaanse belegering begon. Maar nog net niet helemaal klaar. Die moderne vestingwerken die zie je hier aan de zuidkant en aan de westkant van de stad. Maar aan de noordkant had je dus alleen maar die oudere vestingwerken. En het is dus ook geen wonder dat de Spanjaarden daar ook hun stormloop projecteerden. En vanuit die plek probeerden de stad te veroveren. De stormloop is niet gelukt. Het was sowieso heel erg moeilijk in die tijd om een stad die met muren en wallen verdedigd was, ook al was het een middeleeuwse muur, om die te veroveren. Je moest door die gracht heen. Hoe moest je door die gracht komen? Het was een diepe gracht. De Spanjaarden hadden daarvoor bruggen gebruikt. En dat waren de zogenaamde stormbruggen. En die zie je op de kaart. Kun je... Even kijken, we zien een... Hier zien wij een dergelijke stormbrug, afgebeeld. De Spanjaarden hadden daar meerdere van en die waren zo'n 30 meter lang en zo'n 3 meter breed. En men heeft een dergelijke brug is gebruikt hier bij de Rode Toren. En dat was een brug waarbij maar heel weinig mensen tegelijk, heel weinig soldaten tegelijk over konden naar de stad toe. En als je dat dan een keer over was, was het nog verschrikkelijk moeilijk om over die wallen te komen. Alkmaar was dus belegerd. Je kon de stad niet in of uit. Overal lagen er Spaanse troepen rondom de stad. Een probleem was natuurlijk de communicatie. Hoe kon je vanuit de stad berichten verzenden naar Sonoy. Sonoy zat in Schagen met zijn geuzentroepen. En hoe kon men dus vanuit de stad dat contact overeind houden? In Haarlem weten we dat het gebeurde met duiven bijvoorbeeld. Bij Alkmaar is het bekend dat er een polsstok gebruikt werd. In dit waterrijke gebied had iedereen een polsstok. En men gebruikte zo'n polsstok is dus gebruikt voor het vervoer van brieven. Nou, hoe doe je dat? De polsstok werd een uitholling gemaakt in die polsstok. Daar werd een briefje ingestopt, heel klein. Het gat werd weer mooi opgevuld met een stuk hout, zodat je niks meer zag van de naad.
En met zo'n polsstok ging dan een boodschapper vanuit de stad. En ja, hoe ging dat? Hoe kwamen die boodschappers tevoorschijn? Er zullen mensen zichzelf beschikbaar hebben gesteld, dat weten we niet precies hoe dat ging. Die dan bereid waren om zo'n gevaarlijke tocht te ondernemen naar Sonooi en Schagen. En een van degenen van wie we vrij veel weten over hoe dat ging, een van die boden, dat is Van der Meij geweest. Van der Meij, Maarten Pieters Van der Meij. Hij was de stadstimmerman, wordt hij altijd genoemd. En dat komt omdat hij eigenlijk een soort aannemer van publieke werken was. Hij was bij heel veel grote werkzaamheden betrokken. We gaan kijken naar een van die polsstokbriefjes die bewaard is gebleven. Hier. Dit is zo'n polsstokbriefje. Er zijn er twee bewaard gebleven. En meteen is al te zien dat het een heel klein briefje is. Heel klein geschreven. Het is ook heel klein. En als je goed kijkt, kun je ook zien dat het opgevouwen en opgerold is geweest. Dit is de voorkant. En aan de achterkant, daar staan ook de handtekeningen. Van de geuzen staan erop en van de stadsbestuurders. Het begint al met de zin, wij zijn erg verbaasd. Nou doe ik het even in modern Nederlands. Wij zijn erg verbaasd dat u geen poging doet ons te bevrijden. Ondanks uw belofte. En dat u ons geen bericht hebt doen toekomen. Terwijl u daar meer mogelijkheden toe hebt dan wij. En dan zegt hij van, als u het nou niet snel komt om ons te bevrijden. Dan moeten wij de stad overleveren aan de vijanden. En dan is het uw schuld. Zo staat het ook echt in het briefje. Het is uw schuld als dat gebeurt. Van het beleg van Alkmaar zijn er een aantal ooggetuigenverslagen bewaard gebleven. Het belangrijkste is dat van de stadspensionaris Nanning van Foreest. En dat heb ik hier liggen. En zo oorspronkelijk is het in het Latijn geschreven, maar al heel snel vertaald in het Nederlands. Een prachtige gotische letter. Dit is de titelpagina van de strenge belegering en aftrek der Spanjaarden. En ik heb het hier opengelegd op de pagina waar de bestorming van de stad wordt verteld. Het hoogtepunt van het beleg, dat was de 18e september, de bestorming van de stad. En dat wordt hier beschreven, dat verhaal, met veel kleur. Vertelt hij het verhaal van die bestorming. Behalve de ooggetuigenverslagen zijn er ook heel veel documenten, andere documenten bewaard gebleven, waaronder brieven. Vooral heel veel brieven. Eén van deze brieven wil ik graag laten zien. En dat is een brief van Cornelis Jansoon van de Nijenburg, de dijkgraaf van het Geesmer ambacht. En hij moest tijdens de belegering van Alkmaar moest hij ervoor zorgen dat allerlei sluizen werden opengezet, dat allerlei binnendijken, dat die werden doorgestoken. Hij was dus heel actief en dit is een brief die hij op 28 september 1573 nog tijdens het beleg heeft geschreven. En het is een hele zorgelijke brief, want waar is hij nou bezorgd om, wat is er gebeurd? Een van de boden die boodschappen bracht, overbracht vanuit de stad naar Sonooi toe. Een van die boodschappers, Maarten Pieters van der Meij, die was in het water gevallen. Hij kon niet zwemmen. Hij naderde de stad vanuit het zuiden, vanuit in de omgeving van de Achtermeer. Hij was daar in een sloot geraakt. Hij was bang dat hij verdronk. We konden dus niet zwemmen. En had toen een varkensblaas met brieven. Brieven onder andere van Willem van Oranje. Die had hij in zijn hopenood had hij die weggegooid. Verloren in ieder geval. En Cornelis is daar heel erg verontwaardigd over. Hè? Hij was al door de Spaanse linies heen, de Spaanse schildwachten was hij al gepasseerd, en dan nog zoiets stoms dat hij in het water valt, dat hij niet beter uitkeek. En dat hij dan ook nog de brieven verloor. Nou, dus dat wordt hem heel erg kwalijk genomen. Maar eigenlijk was het niet zo ongunstig dat de brieven
wellicht, dat is ook niet helemaal zeker, dat die aan, in Spaanse handen kwamen. Want de Spanjaarden, we weten niet of het ook specifiek door die brieven gebeurde. Ze hadden natuurlijk ook andere spionnen die al berichten door lieten sijpelen. Maar de Spanjaarden kregen, in de brief van Willem van Oranje stond dat Willem van Oranje bereid was om desnoods nog veel meer dijken door te steken en veel meer water rondom de stad te laten komen. En dat bericht, of in ieder geval de berichten dat de Geuzen dit soort plannen hadden, dat is heel belangrijk geweest bij de overwegingen voor de Spanjaarden om het beleg uiteindelijk op te breken. Dat het Spaanse beleg mislukt is, dat lag eigenlijk aan twee belangrijke zaken. In de eerste plaats was het toch een soort vermoeidheid van de Spaanse soldaten of onwil. Ze hadden een muiterij gehad, ze waren ontevreden, ze wilden eigenlijk niet echt vechten. Dus dat speelde een hele belangrijke rol in de overwegingen om uiteindelijk het beleg af te breken. En wat dan ook een rol speelde, dat was het water. En dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. Want de soldaten, ja, die konden dan uiteindelijk nog bevelen geven. Maar dat water, dat steeg en steeg en steeg. En het werd daar steeds natter. Dat water. Hoe zat het met het water? Al in een vroeg stadium, al in augustus, is er sprake van het mogelijk doorsteken van de zeedijk bij Medemblik. Daar wordt over gesproken. Maar er is dan heel veel verzet van de kant van het platteland en van de andere steden. Men zegt, ja, als je dat nu al doet, Alkmaar is nog maar heel kort belegerd geweest, we kunnen nog wel een tijdje volhouden. En als je die zeedijken doorsteekt, dan komt er allemaal zout water op het land. Dat heeft enorme gevolgen voor de oogst. En ja, waar moeten dan de boeren en de mensen in de andere steden, waar moeten ze dan van leven? Dus daar willen we nog even mee wachten. Er werden wel kleinere maatregelen genomen. Waarschijnlijk al begin september dat er sluizen zijn geopend. Er is bijvoorbeeld sprake van de sluis bij Noord-Gewouw die geopend wordt. We weten dat in de loop van september ook binnendijken zijn doorgestoken. Dus de dijk van de Lange Dijk, de Oosterdijk van de Lange Dijk is doorgestoken. Daar weten we van. Maar waarschijnlijk is pas iets later heeft men echt meer gedaan. En dat was dan dat men ertoe overging om de sluizen bij Aardswoud, dat is in West-Friesland, om die open te zetten. Uiteindelijk zijn er inderdaad de nodige dijken doorgestoken en daar hebben we een belangrijk document over. Dat is een brief hier, een originele brief die bewaard is gebleven van Diederik Sonnooy. Een briefje waarin hij opdracht geeft aan de dijkgraaf van het Geesmar Ambacht, van het gebied gelegen ten noorden van Alkmaar, de man die daar voor de waterstaat verantwoordelijk was, Cornelis Jans van den Nijenburg. Die krijgt opdracht om alle dijken rondom de Huigendijk, dat is de belangrijke verbinding van Alkmaar met West-Friesland, door te steken. En de huizen die daar zijn op de Huigendijk en het aangrenzend gebied, om die in brand te steken. De laatste Spanjaarden verlieten Alkmaar op 8 oktober 1573. De belangrijke feestdag voor Alkmaar sinds 1573.